Jacqueline. So Jacqueline, are you ready for the competition? Yeah? So you can sit down. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag donderdag en ik ben op Ibiza. Ik ben hier 8 dagen op vakantie samen met Mariette, mocht je dat gemist hebben. Check dan vooral de vlogs van afgelopen dagen. We zijn hier nog maar 3 hele dagen. Waarvan eigenlijk 2 echt hele, want zaterdag nacht gaan wij weer naar huis. En ik heb vandaag dit aan om in te gaan zwemmen. En wederom ook weer van Forever 21, alle 2. En dit is een soort van kimono. En dan draag ik mijn Birkenstock slippers erbij. En dan deze jumpsuit met die touwtjes hier. Ik vind het wel leuk. Mariette zei ja dat ik het zo moest dragen. Maar je kunt dit, ja, als je dit moet vastknopen, ik weet het niet. Ik vind het misschien net iets te of zo. Ik vind het wel prima. En gelukkig heb ik heel veel contact met de thuisfront. En hoor ik dat het heel erg goed gaat met Pip. En dat vind ik heel fijn. En vanmiddag tussen 11 en 2 gaat het stroom eraf hier. En dan gaan ze dat stroom repareren. Want ik hoorde ook dat in het begin volgens mij hier mensen hebben gezeten zonder stroom. Dus dan hebben we ook even geen wifi meer. Dus ik heb weer een nieuwe lender meegenomen. En we gaan gewoon lekker chillen, een beetje zwemmen. Maar we moeten nou ongeveer wel een beetje gaan haast maken naar het ontbijt. Een croissant, scrambled egg met bacon, galia meloen. Dat is echt ons standaard ontbijt. Wij liggen lekker bij het zwemmen op Marshall naar het toilet. En de stroom is nu uitgevallen, dus we hebben nu ook geen wifi meer. Dus ik heb bijna mijn Linda al uitgelezen. Maar goed, wij chillen gewoon lekker bij het zwembad. En eigenlijk is het elke dag een beetje wel hetzelfde. Maar ik vind het ook wel prima ofzo. Morgen schijnt het heel hard te gaan waaien. En dan moet je... Ik heb natuurlijk last van die zonneallergie. Ik heb heel veel geïnformeerd, het kan verder niet schadelijk zijn. Ik heb ook niet heel veel last van... Maar ik ken het niet en het is een beetje het onbekende wat mij een beetje benauwt. Maar ja, ik heb heel veel bij de receptie gevraagd of ik iets voor medicijnen moet inslikken of zo, maar dat schijnt allemaal niet echt nodig te zijn. En ik heb echt een hele EHBO-tas meegenomen, maar alles zit erin behalve dat. Volgende keer wel meenemen. Ik ga trouwens sowieso ook nog met Milan op vakantie dit jaar. Wij gaan waarschijnlijk naar Frankrijk. En dat hebben we nog niet geboekt verder, maar dat staat wel heel erg lang vast. Dus dan... weet ik in ieder geval de dingen die ik hier zeg maar ben vergeten, dat ik die daar wel mee moet nemen. Dat is toch wel leuk. En daar is maar. We gaan lekker zwemmen. Bij het zwembad en we hebben de lunch gemist, maar er was ook stroomuitval wat ik straks vertelde. En toen zeiden ze dat de lunch later zou zijn, etcetera. Maar ja, wij wisten niet meer eigenlijk hoe en wat. Uiteindelijk conclusie, we hebben de lunch gemist. Dus nu hebben we maar even een pizzaatje besteld, het is een mini pizza. En heel veel lekkers en nu zitten we over hier en dan gaan we daarna weer lekker terug naar het zwembad. Onze handen liggen daar nog. Oh. Maar het is wel mooi hier, moet je zien. En het bloed heet. En bloedheet. Wauw. Daar heb je ook allemaal van die hangstoelen. Al die witte gebouwen, dat doet zo'n vakantie altijd aan. Ja, alles is wit altijd op vakantie. Maar goed, we gaan lekker de pizza opeten. Pizza Margherita en Mimi. We hebben een vriendje gevonden. Een glanzende mannen. Oké, Mariette en ik zijn weer terug op de kamer en we gaan nu, of wij gaan, ik ga nu douchen en daarna gaat Mariette douchen. Maar we hebben de hele dag geen wifi en dan merk je echt hoe verslaafd je er eigenlijk aan bent. Maar we hebben wel een hele leuke jongen en een meisje ontmoet en een vader. En morgen, of overmorgen, gaan we waarschijnlijk met de auto ergens heen naar een van de strandjes of zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Omdat hier natuurlijk heel veel Nederlanders zijn, leer je ook heel veel Nederlandse mensen kennen. En dat is wel echt heel gezellig. Dus...
Ben je naakt? Alsof ik naakt ben, ja. Maria, het gaat hier... Even bij de kant, maar van de bergen. Bergen. Oké, we hebben ons weer omgekleed, weer een beetje opgefrist. Mariette heeft een wit jurkje aan. Ga je weer de zilveren sandaaltje aan doen? Ja, zwart kan je niet. Nou, zilver is wel leuk. Hè? Ik heb nog helemaal niks. Daar is onze ravage. En ik heb dit aan. Ik zal het even laten zien in de spiegel. Ik heb dit keer een broekje aan. En zowel het broekje als het topje zijn van Forever 21. Dus... Dat is deze outfit. Dat is wat ik aan heb. Mijn haar is nog aan het drogen van douchen. Ik zei net ook tegen Mariette, de eerste dag ga je echt je haar feunen en je haar krullen en doen. En tweede en derde en alle andere dagen denk je, fuck it. Nee, toch geen zin. Nee. Dan gaan we lekker eten. We eten weer gewoon hier bij buffet. Ik hoop dat we vandaag wel eens wat lekkere dingen hebben. Oké, ik ben een beetje moe. Oké, ik moet zeggen dat het avondeten er nu wel erg lekker uitziet. We hebben entrecot, wat frietjes, schaliemeloen en komkommer. En Mariette heeft dan ook nog wat paprika en een soort van pasta. En de friet valt ernaast. Lekker! Eet smakelijk. Eet smakelijk. Yay, de wifi doet het weer. We gingen ineens vergeet netwerk en toen weer opnieuw inloggen. En ik zo, hé, hey, moet je je weer opnieuw aanmelden? En Mariette zo, kun je je aanmelden? Dat kon die de hele dag al niet. Dus dat was een goed teken, dus we hebben weer wifi. Misschien is die op slot. Oh, oké, we mogen er niet meer uit. Dat wordt omlopen. Maar goed, we hebben lekker gegeten en we gaan nu even naar de disco kijken. Kijken wat daar nog te doen is. En misschien een sangriaatje drinken. Ik heb nog nooit sangria op voordat ik hier kwam. En nou ineens, ik vind het, hier is die echt lekker. De hele dag sangriaatjes. Sangriaatjes. En wat is er te doen? Kinderdisco. Kinderen die dansen. Ik zie geen vrije tafel. Ik zie... Ik zie ook geen vrije tafel. Maar je vraagt me af... Oh nee, dat mag niet. Daar zie je ook zijn disco. En gisteren gingen Mariette en ik even kijken. En er waren serieus 5 mensen aan het dansen. Toen dachten we... misschien gaan we toch weer terug naar de kamer. Dat is hier binnen. Kun je er nou in dan? Ik denk het niet. Maar loopt wel iemand uit? Oh, die werkt hier. Hij werkt hier. Ja, dan had je niks gezien. En wat is je naam? Jacqueline. So, Jacqueline, are you ready for the competition, yeah? Yeah. So, you can sit down. We start, so... Sorry, so... How many hair you have in the chest? So, 3, 2, 1, oh! Thank you very much, thank you, man. You can sit. Ready, what's your name first of all? Thierry. So, everybody, 3, 2, 1, oh! You see, you don't have to shave because never know in holiday someone pick you up for see your hair. Are you ready? What's your name? Ichan. 3, 2, 1. Oh! Oh. Not too bad. Okay, last two weeks ago, we have met with no one hair. So tonight, they are macho men! Take it out the beach. Marcel, take it out your beach. I'm afraid you hurt someone. So, 3, 2, 1, go! Papa, second, back to back, without hands. Go! Push, Marcel! Esso! Third position! Run! One more time, stronger, don't worry. Esso, on the floor. Come on, faster. Go. Push it.
have to be the same with all the girls. Since I left, you stood the test of time like a leader. It got too far, and I will always linger. You went away to feel the wind getting thinner. It worked, and I was on the verge looking back. We had all the reasons to split, and we made it final, went into forever. Oké, we hebben weer de show gekeken en die was echt super tof. Ik denk dat ik dat oprecht wel een van de leukste shows vond tot nu toe hier. Met die meiden die zo extreem goed konden dansen. Vooral het meisje met het rode haar. Die doet ook iedere keer random een split en zo. Nou, ik doe het er niet na. Morgen gaan we met de auto weg. We hebben namelijk een groepje leren kennen. Armando en Shanna. En die zijn hier met hun vader. En we gaan samen met die vader en Armando en Shanna gaan we morgen met de auto gaan we op pad. Echt super veel zin in. We gaan naar een of ander strandje. En we gaan gewoon kijken waar het schip strandt. En ja, dat gaan we dus tijdens de lunch ongeveer doen. We gaan hier eerst ontbijten. En dan gaan we met de lunch gaan we met de auto weg. Dus dat is wel echt super leuk. Dan gaan we ook nog iets zien van Ibiza. Want anders was het er niet van gekomen. Dan lagen we echt alleen maar bij het zwembad. Dus ja, ik ga lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei! Het eten is er. Ik heb een entrecote, een soort van biefstuk. En Mariette heeft een burger. En het ziet er heel erg lekker uit. Dus wij gaan dit nu lekker opeten. Wat zit je te kijken? Er zit iets kaas op, maar ik denk brie. Oh, het is inderdaad brie. Hou je niet van champignon? Wel toch? Ja. Lekker!